Mario Reijnen uit Woudenberg van Step 10 High Level. Wat gaat er in augustus gebeuren? In augustus is het wereldkampioenschap Footbike. En Footbike staat voor Autopet of Steppers, zoals wij dat noemen. En je doet mee samen met het team? Ja, wij, ons team, High Level van der Laan, die doet mee daaraan aan alle onderdelen. Met zowel pupillen, kadetten, junioren en veteranen. Alle onderdelen, welke onderdelen? Alle onderdelen, dat zijn, je hebt een criterium, dat is ongeveer 14 kilometer. Dan heb je een sprint, 600 meter. En dan heb je een estafette, dat is een half uur lang, plus één ronde, rondjes van 600 meter rijden. En dan heb je nog een marathon, nou, dat is 42 kilometer. En dat durf je allemaal aan? Dat durven we allemaal aan, zeker weten. Hoe lang ben je nou bezig geweest om te trainen voor deze wedstrijd? We zijn eigenlijk niet gestopt na vorig seizoen, zo moet ik het beste zeggen. We zijn eigenlijk na het vorige seizoen ietsje rustiger aan gaan doen, maar we hebben de hele winter doorgetraind. Elk weekend hebben we getraind. Winter, regen, sneeuw, kou, we hebben alles getrotseerd. En we zijn het eigenlijk de hele zomer alweer aan het opvoeren vanaf het voorjaar. Je spreekt over we, dus het is een team. Ja, ons team. Er bestaat er ongeveer 10 man. Wat ik net al zei, hè, we hebben pupillen. Pupillen dames hebben we, twee stuks. We hebben drie kadetten dames. We hebben een junior heer en een veteraan heer. En door wie worden deze mensen allemaal getraind? Door mij. Dat doe je zelf? Dat doe ik zelf, ja. Dat is eigenlijk nog het leukste om te doen. Het step is natuurlijk ook heel leuk. Ik doe het al 22 jaar. Maar om al mijn kennis en, om over te dragen, dat vind ik wel heel erg leuk. Jullie gaan er in augustus zijn. Wanneer in augustus is dat precies? Het is 14, 15, 16 augustus. En dat is op donderdag, vrijdag en zaterdag? Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja. En jullie gaan er met een heel team heen. Dat houdt in dat je natuurlijk blijft slapen en zo. Ja, we gaan er met het hele team heen. Dan gaan we op een camping in de buurt staan. Ongeveer een kilometer van het parcours in Kampen, want het wordt gehouden in Kampen. Dus we kunnen erheen steppen. Nou, de eerste dag, dat is heel leuk trouwens. Het criterium is er eerst, dat is 14 kilometer steppen. Dat is voor iedereen 14 kilometer, of je pupil bent of senior. Maar daarna is er een landenpresentatie. Dan gaan we met z'n allen naar het gemeentehuis, daar hebben we een podium opgebouwd. Dan komen de vlaggen te hangen van de landen en dan word je gepresenteerd als land zijnde. En hoeveel landen, welke landen doen er allemaal mee? Nou, ik weet het nog niet precies, want ik organiseer het natuurlijk niet. Maar over het algemeen zijn de mensen uit Amerika. Dat weet ik haast wel zeker, want ik heb contact met iemand uit Amerika. Kerry Smit, die komt voor 99% zeker, samen met nog iemand. Verder weet ik het niet uit de wereld, maar uit Europa komen de mensen uit Italië, uit Tsjechoslowakije, Finland, Duitsland. De huidige Europese kampioen is een Belg, die zal zeker ook komen. Erwin Bormans. Ja, verder weet ik het niet. Hè. Er kunnen best nog Polen, Zweden. Kijk, wij hebben een website. En daar wordt ook bijvoorbeeld tegenwoordig door uit Zweden gekeken mensen. Dus ja, misschien zijn ze zich ook weer voorbereiden op het WK. En dan komen die ook. Hè. Iedereen kan lid zijn van de ICSA, de overkoepelend orgaan, zeg maar. Net zoals de FIFA bij voetbal hebben wij de ICSA. Ja. International Kick Sled and Scooter Association. Dus het is echt een professionele sport aan het worden, steppen. Ja, dat proberen we er wel van te maken. Zeg maar, 15 jaar geleden werd er nog om gelachen. Nou, tegenwoordig wordt er echt niet meer om gelachen. Want als je tegen iemand zegt, ga maar eens een half uur 28 km per uur achter elkaar rijden. Dan denk ze, een half uur steppen vinden ze veel. Maar met 28 km per uur vinden ze dat... Dat is een behoorlijke snelheid. Dat is een behoorlijke snelheid. En als je nagaat dat onze kadetten uit het team al bijna 25 km per uur halen in een wedstrijd die zeg maar een uur duurt. Dat vind ik wel redelijk hard. Nou, heb ik ook begrepen dat sommige junioren met de senioren meespelen. Ja, dat klopt. Omdat er niet zo heel veel junioren zijn. Dat is een beetje een leeftijd waarin sommigen afhaken, zeg maar. Dan vinden ze niet stoer meer dan te steppen. Om het aantrekkelijk te maken voor de junioren, jongens en dames, mogen ze nu met de senioren meesteppen. En dat maakt maakt de concurrentie groter voor de junioren. En ja, dat vind ik hartstikke leuk, want het is natuurlijk al als junior heel leuk als je een paar of alle
senior een keer verslaat. Ja, je hebt ook een dochter die nogal hoog in de competitie staat, hè? Ja, ik heb Rosanne, die staat bij de junioren dan eerste. En zelfs bij de senioren staat ze nu ook eerste. Omdat ze dus twee wedstrijden gewonnen heeft bij de senioren. En op welke plek sta je zelf landelijk gezien? Nou, ik ben veteraan. Ik weet het niet precies. Ik dacht vierde. Maar dat is niet bij de veteranen. Dat is bij de senioren, denk ik. Yo, er zitten een paar dames daar op het gras. Wie zijn dat? Nou, dat zijn mijn verdetten. Onder andere. Er zijn nog een paar verdetten, maar het is nu vakantietijd. Er zijn een paar vakantie. Maar dit is Meerte. Meerte stept ongeveer een jaar. En die stept heel erg goed. Zo goed dat ze al derde is geworden op de Nederlandse kampioenschappen. En ik schat dat ze op de wereldkampioenschap ook hoog gaan eindigen. Daarnaast zit Maxime. Maxime is Europees en Nederlands kampioen. Allemachtig. Beide pupillen, moet ik erbij zeggen, want ze is nu kadet. Maar vorig jaar was ze nog pupil. Ze is vorig jaar in Duitsland Europees kampioen geworden. En Maxime geef ik ook een grote kans om hoog te eindigen. Ja. En daarnaast zit Melissa. Melissa die is Nederlands kampioen sprint geworden bij de pupillen dames. 6 weken geleden of zo. En dat was een van haar eerste grote wedstrijden waar ze gelijk eigenlijk schitterde. Ja, natuurlijk hebben we ook Carlijn Leenstra nog, de jongste van ons team. Die is tweede geworden, Nederlands kampioen sprint. Stept ook pas een klein jaartje en doet ook heel erg goed de best. En ja, ook talent. Yeah.